Witte spieren van die krachtsporter zullen snel vermoeid zijn. En ja, voor een krachtsporter is het ook niet zo belangrijk. Die moet snel en krachtig zijn. En dat is ook weer genetisch bepaald. Dus via de, daar hebben ze het meegekregen van de natuur. Als je geboren bent met veel van die rode spiervezels, dan ben je vooral een duursporter. Ben je geboren met witte spiervezels, dan heb je meer aandacht voor krachtsporten. In ieder geval is het duidelijk dat die linkerschouder niet vaststaat en te veel naar links hangt. Ja. Andere gewichten gooien?